Nu gaat het dus ook daadwerkelijk gebeuren. We gaan starten met het herstel en opknappen van het Veerplein. Zodat het weer een mooi, levendig en sfeervol plein gaat ontstaan hier in Sveendrecht. Waar het leuk wonen en recreëren is. Aanleiding voor het opknappen van het Veerplein is deze verzakte kade. De kade wordt verhoogd en vernieuwd, zodat de kans niet meer aanwezig is dat we bij hoogwater natte voeten krijgen. En als we dan toch de kade gaan verhogen en vernieuwen, dan nemen we tevens mee de nieuwe inrichting van het Veerplein. Het Veerplein, een prachtige locatie met uitzicht op het water en op Dordrecht. En natuurlijk gaan we hier ook weer een hele mooie wandelpromenade maken, die ook geschikt is voor mensen die slechter been zijn. Het nieuwe Veerplein in de omgeving is tot stand gekomen door een hele goede discussie in de gemeenteraad van Sveendrecht en door de gesprekken die we hebben gehad hier in de omgeving met de bewoners. Ze hebben met een kritische blik meegekeken. Ook tijdens de werkzaamheden zullen we in gesprek blijven met deze bewoners. Wij als DG Infra BV zijn gestart aan de werkzaamheden rondom de Werf en Maasplein. Zoals u ziet wordt er hard gewerkt aan de parkeerplaats. In de parkeerplaats komt waterdoorlatende bestrating. Daarbij worden er nieuwe bomen geplant en nieuwe groene hagen aangebracht. We zijn nu bezig in fase 1. Zodra deze in april klaar zijn, zullen wij aan fase 2 beginnen. Die loopt tot aan de Ringdijk. Zodra we klaar zijn op de werf, beginnen we hier in de Nieuwstraat. Deze wordt opnieuw ingericht, waarbij deze bomen blijven staan. Wij hopen dat het project is afgerond begin 2025. Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de voortgang van het project? Ga dan naar deze website.